Nou, dan gaan we nu even kijken hoe Gerard een hand erop zet. Je telt de vakjes nu af, begrijp ik. Ik tel de vakjes en met een liniaal zet ik even globaal even zo een paar lijntjes. Dus je zet eigenlijk een paar belangrijke punten zet je neer. Ja, zie je dan. En dan kun je de lijntjes, lijnen verbinden. Dan ga je zachtjes aan zo. Het is toch net vroeger op de lagere school, hè? Ja. Dan ga je zo die lijnen volgen. En zo ga je verder om het helemaal. Je zit ook weer op 1. Zet je 1. 1 centimeter vanaf die lijn. Ja. 4. Dus je telt de vakjes en dan 4, meet je nog precies een beetje. Ja, dan ga je zo die kant weer op. Ja. Maak je een beetje een rondinkje zo. Ja. En zo merk je hem helemaal. Dan ga je die hoeft niet te meten. Die gaat gewoon dan door zo. Ja. Zo, en dan maak je er doorheen een bocht. En dan gaat hij zo weer verder naar beneden. En dan gaat zo langs die lijn. Ja. 14. 1, 2, 3. 3, 14. En dan ga je die nagel zo. 3, zit hij ietsje terug. En dan ga je er zo hier ook zo doorheen. De pols. Pols zo. Ja. En dan naar de duim toe. Hier zo, nou kijk hier nog even, zeg je nou, ik heb 3. Ja. Hier is 3. Er zit een mooie bocht in. Zo, ga je hier doorheen. Ja. Zo. Dan gaat hij daar weer zo. Kijk zo, zeg je nou, 4. Hup. Zit meestal wel goed, 4. Hup. Ga je weer naar beneden zo. Zo ga je verder. Ja, zo schets je hem er helemaal op. Ja.